Uber opgehaald. Hele soort van. Ze laten Rick zulke zoeken. Het wordt weer nachtwerk. Ja, morgen gaan we de auto weer ophalen. Goedemorgen jongens en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog van Team 4 Kids. Dinsdagmorgen, geloof ik. Ja, dinsdag. Ja, gisteren was het maandag. En normaal gesproken hebben wij op maandag altijd schoonspringen. Maar dat ging gisteren niet door, omdat het dus een officiële feestdag was hier in Spanje. Waar wij verder eigenlijk niet echt iets van gemerkt, anders dan het schoonspringen niet doorging. Maar dat betekent dat wij de les van gisteravond in kunnen halen. En dat is deze ochtend. Mike is op dinsdag altijd naar kantoor. Dus dat betekent dat wij ook geen auto hebben. Dus wij worden straks met een Uber opgehaald en dan ga ik met de drie kids naar het schoonspringen. En hij had het erover, de trainer had het erover, dat er iemand van de federatie kwam kijken of zo. Ik weet niet precies hoe of wat. Ik ben benieuwd hoe deze ochtend eruit gaat zien. Voor nu ben ik in ieder geval even de was aan het doen. Ik heb nog twee wasjes hier te draaien en dan heb ik eigenlijk alles alweer helemaal bij. Want dat is natuurlijk ideaal hier in Spanje, dat het, ja, je hangt het op en het is gewoon echt binnen het uur droog. Dus je kan best wel heel makkelijk doorgaan met alle was. Dus ik ben er bijna alweer doorheen. En de kinderen zijn lekker televisie aan het kijken op deze dinsdagmorgen. Een broodje aan het eten. Ik heb Paw Patrol. Paw Patrol, hè? Mama, ik wil nog een broodje. Ik ga nog een broodje voor je smeren. En dan gaan we ze dadelijk aankleden, want we gaan naar schoonspringen. Is het al bijna middag? Nee, maar deze keer is in de ochtend het schoonspringen. Omdat het gisteravond niet doorging. Helemaal in de war. Ik zit in het midden en jullie zitten helemaal achterin, ja? Ja, ik zit achter niemand. Ja, we zitten in een supergrote taxi. En met Vianna erbij. En de kinderwagen staat achterin. Mama, ik heb nog nooit zo'n hele grote auto. Hij is cool, hè? Ja, nou, jij ook niet. Op naar het zwembad. Nou, we hebben het overleefd. We zijn er. Zo heerlijk dit. Het waait wel flink vandaag. Springen erop en zijn wij even een stukje verder gelopen, zodat papa alles op komt ophalen. Kinderen zijn om nu om beurt aan het sporten. Maar ik heb tot 6 en boven mijn been. 6? Oké, gaan we nu proberen met de punta's te doen, met de puntbenen, oké? De strong legs die Emilio altijd wil zien. Olly, kun jij hem ook nog doen? Mama. Ja? Of we dan mijn schoenen uit? Tuurlijk. Punta's, punta's. Meer, juist. Punta's, naar boven. Juist, die is goed. Ja, die is nog niet helemaal goed. Die is goed. Ja, zo is die goed. Oké. Super sterk. Moet ze nog een keer stellen? Ja, dat is goed. Oké, dan gaat hij liggen. Ga maar op de onderste liggen. Super sterk. Dennenappels. Nee, dennenappel 10. Mama heeft ook 10. 10 keer gedaan. Strong boy. Wil je benen helemaal recht houden op? Helemaal gestrekt. Jij zit aan punten, puntvoeten. 1, 2, 3. Kijk, de puntvoeten die doe je zo. Je wijst je voet helemaal zo. Zo, sterk maken. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6. Zien jullie wie dat is? Ja! Papa! Nee, vriendje. Papa, wil je me tillen? Ik heb een mix. Ik wil mijn zoutje. Oh, echt waar? Na het springen hebben we wel een beetje honger, dus waar gaan we eten? Hey, Oliver,
hier is ook een basketbal. Oeh. We eten bijna. McDonald's. Jee. Oké, man, als we een plekdert hebben gekozen, dan... Dan willen jullie zeker spelen. Ja. Dat dacht ik al. Laten we eerst maar even wat eten kiezen. Nou, wij gaan lekker eten en de kids die zijn al bezig. En die zeiden al tegen papa, ga maar lekker zitten papa, wij gaan even spelen. Hoi. Dat is het voordeel wel aan de McDonald's in Spanje, is dat je dit hele soort van gebouwen naast de McDonald's hebt staan. Met airco. Met dus een heel kinderspeeltoestel, los van het normale restaurant wat daar aan de achterkant is. Eet smakelijk iedereen. Lekker. Inmiddels zijn wij weer thuis en blijft Ellie het samen met Fiona. En Olly bij Amy. Kijk, ja, wat heb je? Oeh, ben je een heks. Nou, veel plezier met de boy squad. Dank je. Dag prinsessen. Dag prinsessen. Leg je lekker in Elliot's bedje. Dat is fijn. Kijk, hier een lange start en een ringstart maak je. Oeh. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid, mijn petitje. Dat is lekker. En normaal gesproken gaan we eigenlijk altijd naar Meeting Point, ons koffiezaakje, om te werken. Als we buiten huis werken. Maar er was geen parkeerplaats, dus we zijn nu naar Plaza Mayor gereden. Want daar zit dan Starbucks en hopelijk... Oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Hebben ze daar wel wifi? Nou, meestal wel toch? Ja, vaak wel. Vaak wel. Dus gewoon even daar zitten, koffie drinken en daar even wat werk. Dus we hebben laptops mee. We gaan daar even actief doen. Wat een heuvel, sowieso. Maar zoals jullie in de vlog ergens van de week een keer hebben kunnen zien, is onze accu was leeg, dan is die vervangen. Maar die is dus nog niet helemaal goed teruggezet. Hij zei ook, degene die het had vervangen, van joh, je moet nog wel even naar een garage rijden, want jullie... Hoe noemde die dat ding nou? Die heb ik het even hoor. Ja, nee, een soort aggregator of zo? Nou, ik weet het niet meer. Iets moest vervangen worden of zo. Dat hebben we dus nog niet gedaan. Maar de accu is dusdanig zwak, ook de nieuwe accu, die kan niet goed worden opgeladen of zo, weet ik veel toestanden. Is dus dusdanig laag dat we ook geen airco meer hebben. Dus we rijden nu met de open ramen. En het is... Hoe warm is het in de auto? Nou ja, buiten is het 32-33 graden geloof ik. Dus als je de ramen dicht hebt is het gewoon echt niet te doen. Maar met de ramen open gaat het op zich wel. Je hoort alleen elkaar bijna niet meer. Ja. Huh? En mijn haar die is er ook niet echt van onder de indruk. Maar goed. We hebben al bedacht wat we willen eten eigenlijk. Pizza. Pizza? Heb je dat gekocht dan? Nee. Oh. Nou, volgens mij hebben we nog wel iets van sla in huis. Ja, nog kipburgers en zo. Ja, we maken alweer wat lekkers. Wat dan? Wraps waarschijnlijk. Het lijkt een mooi uitzicht zo als je aankijkt. Die bosjes. Ik bedoel erachter. Het schip aan het blussen. Wat een goed idee van jou. Nee, mam. Ja? Eerst brand. Brand in het schip. Oh jee. Is die weer geblust? Doei. Inmiddels weer terug in onze welbekende keuken. En we eten vanavond wraps. En daarbij maak ik altijd een eigen, noem maar dat, guacamole sausje. Lekker avocado. En als salade doe ik er een gegrilde, wat is het, botersla, geitenkaas, persik en tijmsalade bij. Alleen volgens mij
zijn dit persiken? Ja, dit zijn wel persiken. Ik dacht dat het misschien nectarines waren, maar dit zijn persiken. Die ga ik grillen en door de salade heen doen. Kindjes bouwen hun eigen wrap. Kun je dit doen? Tot de helft. Verder. En gewoon helemaal zo, kijk. Ja, zo ja. Als een dekentje over je. En nu ga je hem aan de zijkant en ga je hem helemaal dicht. Plakken. Plak. Andere kant en nog. Plak. Nog verder. Ik ga een klein beetje. Ja, zo ja. It's my good boys. Mama, lekker. Mag ik iets laten zien? Kijk. Kom. Groen, geel. Alles is groen, geel, rood en wit. Zie, kijk. Jij hebt het gezien. Doe dit. Je bent alleen camera aan. Ja, het is altijd daar. Als je gaat filmen, dan zegt ze niks meer. Zo leuk aan praten. Ja. Ik wil een hapje eten. Totdat het op is. Dat hadden we afgesproken. Nee. Daarom mocht jij een broodje chocopasta tussen de middag. Ja. Nog meer? Oh ja. Ben je alweer vergeten. De rol is bijna op. En mam? Hier nog een paar. Mam? Ja? Is dit citroenwater? Zeker. Vind je het lekker? Je nog een beetje aan? Oké, papa. Ik loop even naar papa om alvast ook jouw ijsje op te halen. Mike die gaat even naar de IKEA om nieuwe gordijnen te halen. En dan laat mij dus niet meegaan. Wel, je mag zeker mee. Nou, dat ja, het gaat niet nu met de kinderen. Maar dat betekent dus dat ik jou de keus laat wat voor gordijnen jij gaat halen voor hier in huis. En ik weet niet of ik het daar. Of ik jou met een gerust hart naar de IKEA stuur. Nou, tot zo. Ja, neem je deze mee? Nee, ik neem de andere kant. Waarom mee. Neem je deze niet mee? Omdat dit te groot is. Om vind je dit een ding? Ja? Ja. Ja. Ik. Oké, okay. Nou dan moet je de GoPro maar meenemen. Ja. Doei. Niet te donker. Niet te dik. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die je mee moet krijgen. Niet te donker en niet te dik. Neem deze mee. Ja. Dus jullie gaan mee? Waarheen? Naar de IKEA van Malaga. Nou, we gaan er maar gaan we. Ja. Niet te donker en niet te donker. Mee. Wij zijn inmiddels bij de IKEA aanbeland. We gaan eventjes hier de gordijnen halen. Of in ieder geval de vitrage ervoor van mijn beetje. We moeten nog steeds met de ramen open rijden. Dus we hebben een beetje een koele kapsels hier. Kijk, en dat is vlak bij het vliegtuig zoals je ziet. Hier landen dus de vliegtuigen vlakbij. Hey jongens, gaan jullie mee naar binnen? Deze lamp is wel warm. Warm. Is die warm? Voor Oeh, die is warm. Papa, we beginnen onderaan. Oké. Okay. Ja, ik ga even helpen. Kijk, want het hoogtepunt van de IKEA is natuurlijk het speelparadijs. Nou, daar mogen we natuurlijk niet filmen, dus dat gaan we ook niet doen. Maar wij hebben wel alvast gordijnen. Lieve. Ik heb even snel in de tussentijd gordijnen uitgezocht en ik hoop dat Floor het goed vindt. Het zijn een beetje groenig, grijs. Ze laten, nou, een beetje licht door nog. Dat zijn natuurlijk allemaal de specificaties die ik meekrijg voordat wij naar de winkel moeten. En we gaan maar eens eventjes rijden. Zo ga je weg met daglicht en zo ga je weer terug. El, papa doet hem even dicht. Klim er maar in. Kijk, zo gaan de kinderen bij ons in de auto. Ga maar dicht.
Nou, wij zijn dus net bij IKEA geweest. Heel stom van mij. Ik was heel leuk een filmpje aan het maken van het spulletje scannen en zo. Echt super leuk met de kids gedaan. Eén voor één gingen ze scannen. Nou, vergeet ik even de camera. Binnen een minuut ga ik terug en is die weg. Nou, ik zoeken. Gelukkig hadden we op een gegeven moment een beveiligingsmevrouw gevonden. Er kwam de manager erbij. Allemaal drama. Want ik heb gefilmd bij de kassa. Foei. Mag dus niet. Nou, ik moest het filmpje ook echt eventjes verwijderen. Inmiddels is het heel laat. Gaan wij naar huis. IKEA gaat ook sluiten. En wij gaan denk ik ook afsluiten. Ze wilde nog even een ijsje. Dat ga ik wel samen met ze doen. Dus. Ik geloof dat het alweer een half uur geleden is dat Mike mij belde. Die staat natuurlijk nog bij de IKEA. Maar de accu is dus leeg. Dus die moeten met een Uber thuis komen. Maar... ik vraag me af of ze überhaupt al onderweg zijn, want ik heb ze dus al even niet gehoord. Oh, ik had nog zo voorgenomen dat we vroeg naar bed gingen vanavond. Hi. Zijn jullie al een soort van onderweg? Ja, ik stuur je als goed een share van de rit. Oh, dat heeft dan elkaar net gekruist, denk ik. Oh, nee, ik heb 3 minuten geleden gestuurd. Oh. Maar de taxi is hier zo bijna, dus ik hou even een avondje voor de kids. Ja, en voor de nacht. En wat zou ik zeggen? Heeft die taxi niet toevallig startkabels? Nou, ik ga gewoon dat ene bedrijfje even bellen, want die moet het gewoon gaan regelen morgen. Ja. Want leuk dat zij hem starten en een nieuwe accu erin zetten, maar een nieuwe accu betekent natuurlijk niet dat die morgen leeg moet zijn. Het heeft niks te maken met het andere. Nee. Met de aandrijving. Weet je, dan heb je gewoon of, wat ook nog zou kunnen, is dat dingetje van Hello Auto dat al verkeerd is geïnstalleerd, dat constant stroom vreet. Oh, dat zou kunnen, dat kastje wat we in de auto hebben laten plaatsen. Ja, dus dat die op constante stroom staat. Ja. In plaats van, dus er zitten meerdere dingen waarvan ik denk, nou... Je gaat iets niet goed. Maar dat... Ja. Jeetje. Ik denk dat we eventjes Hello Auto die mensen ook wat mee moeten doen. Ja. Want sinds dat moment is het eigenlijk, hè? Ja, sinds dat dat kastje er inderdaad in zit, hebben wij problemen met die accu, ja. Ja, en als er een totaal nieuwe accu in is geplaatst, dan mag dit gewoon niet kunnen. Nee, nou ja, nu had die man het er wel echt over dat het andere machientje vervangen moet worden, hoor. Ja, oké, ja. Nee, dan, ja, dat zal hij wel weten, maar... Nou, best, maar dan nog steeds, of je geen fout wel in te krijgen. Nee. Ik hoop dat het er zo een beetje zijn. Ja. En dan loop ik wel even naar de BP of zo, daarna, want dan gaat het aan, want hebben ze gewoon koud water. Ja, dan ga je met de step of zo. Zeg je? Dan ga je met de step. Ja, bijvoorbeeld. Dus dan doe je een rugtasje met de rest van slimmer. Ja. Oké. Okay. Zo, nou, ik ga even met de kids, dan zie ik je zo. Ja, dat is goed. Tot zo. Bye. Nou, het wordt weer nachtwerk. Oh, tjongejongejonge. Nou, heb ik in ieder geval eventjes de rust om wat vlogs weg te editen, want ik loop een beetje achter. Wat is er gebeurd, jongens? Ja, we gaan vandaag de tweede ijs eten van pap. Ja, en waarom gaan we een tweede ijsje eten? Omdat het van pap mag. Ja, nou, wij stonden sinds bij de IKEA en wederom is onze auto accu leeg. Dus er zit een nieuwe in ja. En hij loopt leeg. Dus, nou. En we gaan het morgen ophalen. Ja, morgen gaan we de auto weer ophalen. We gaan nu even lopen naar de overkant. Met de taxi. Ja, ik heb even een Uber geregeld. Zo, een lekker windje hier. Ik heb even een Uber geregeld, die komt ons zo ophalen. Ja, wij zitten nu een beetje met wat gaan we doen, want ik kan niet echt hier starten. Er was toevallig net een takelservice hier, dus ik vroeg hem eventjes, kan je helpen? Nee, ik heb geen startkabels bij me en dat lukt mij niet en weet ik veel. Bob, kijk daar! Nou, wij gaan dus nu even naar de McDonald's, even een ijsje eten en dan met de Uber. En dan is het denk ik toch nog een langere dag dan dat we hadden verwacht. Boe, wat hebben jullie nou weer voor avontuur beleefd allemaal? Mama, en weet je wat we niet mochten van jou? Nou? Wij hadden heel stiekem papa mochten. Een ijsje stiekem eten. Nog een ijsje, maar dan heel snel. Nog heel snel, omdat de taxi daar kwam. Lekker. Niet in de taxi, hè? Dus papa zei we mogen eten totdat we bij de taxi zijn. Ja.
En mam. Nou, fijn dat jullie er weer zijn, jongens. Vonden jullie nou een leuke video? En wil je weten hoe wij morgen onze auto weer aan de praat krijgen? Klik dan op abonneren. Als je op het belletje drukt, dan mis je in ieder geval ook geen video. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog van Team Park Kids.